ons is de voornaamste boodschap: laat je niet in met dat soort types. Ook al heb je een financieel probleem, je probleem wordt stukken groter als je hiermee wordt geconfronteerd. Want sinds eind januari is het lik op stuk en wordt je zonder pardoes je woning uitgezet of wordt je bedrijfspand op slot gezet. Ja, het baart heel veel zorgen, want vaak blijkt dat iemand die zich daarvoor leent er heel onbenullig in staat. Die krijgt een bepaald geldbedrag geboden als hij vooral maar even niet oplet wat een aantal types in zijn eigen huis of in zijn schuur of in zijn bedrijf doet. Maar op het moment dat we zo iemand vinden, zo'n hennepplantage gaan ontmantelen, dan komt zo iemand wel voor enorme hoge kosten en mogelijk een strafrechtelijke vervolging. De panden die bevinden zich voor een heel groot deel hier in de binnenstad van Den Helder, maar ook in de Schoten hebben we een aantal panden gevonden. De harde aanpak kan omdat de politie steeds beter is geïnformeerd, maar ook omdat er veel meer over naar buiten komt. Omwonenden begrijpen dan, er kan ook echt worden opgetreden en bovendien wijzen we op het grote brandgevaar wat zich bij zo'n hennepplantage voordoet. De vraag is of je de grote criminelen achter de kwekerijen ook raakt met deze acties. Maar ook zij moeten gaan oppassen. Daar maken we de komende tijd ook slagen. En ik kan ook alvast aankondigen dat er nog meer aankomt. Dus in die zin is het wel succesvol. Dan worden we nieuwsgierig natuurlijk. Dat begrijp ik. En andere mensen moeten maar vooral even op hun teller gaan passen.